Ik heb volgens mij nog nooit een praatvideo in deze kamer opgenomen. Oh ja, wel trouwens. Hey mensen, en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik heb al een tijdje niet meer geüpload. En nu zit ik hier zo op een stoel en lijkt net alsof ik helemaal dramatisch en zo ben. Is niet zo, is niet zo. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. De afgelopen 2 weken, zoiets, heb ik niet geüpload. De laatste vlog die ik heb geüpload is van Duitsland. En daarna heb ik niet meer geüpload. Ik ga een paar redenen geven. Een paar excuses. Hoe je het wil zien, je kan het zien als een reden of als een excuus. In die afgelopen weken dat ik niet heb geüpload is er vrij weinig gebeurd. En ik was gewoon heel veel naar het strand, want het was natuurlijk super mooi weer. Ik was gewoon heel veel naar het strand, of nou ja, het strandje hier in de buurt. Paviljoen hebben we hier in de buurt. Met een mooi strandje en met een meer eigenlijk. En daar kunnen we gewoon liggen, volleyballen, bla bla bla. Daar was ik eigenlijk gewoon elke dag naartoe. En ik had niet echt, ik vond het niet echt kunnen om daar te gaan vloggen. Om heel eerlijk te zijn, ik wilde daar ook niet echt vloggen. Ik wilde daar gewoon zwemmen en gewoon niet hoeven te denken aan iets. En gewoon lekker relaxen. Maar ook natuurlijk lopen daar veel mensen rond in bikinis. Veel mensen rond in zwembroeken, bla bla bla. Niet iedereen wil er zo op. En dat begrijp ik. Dus daarom heb ik daar niet gevlogd. En eigenlijk was ik elke dag daar. Dus dat is een van de excuses. Dat is een van de redenen dat ik niet heb gevlogd. Voor de rest, er is niet heel veel gebeurd. Met deze wil ik aangeven dat de dagelijkse vlogreeks helaas is gestopt. Dat was eigenlijk ook al duidelijk, want ik heb 2 weken niet geüpload. Wat ik in deze periode heb geleerd, want dit was natuurlijk wel een beetje voor mijzelf een beetje een leerperiode, leerproces. Ik wilde heel graag dagelijks vloggen, maar ik wilde ook wel kijken of ik het kon. En of het leuk was en of het leuk bleef. Leuk bleef. Nou, het was super leuk. Er zijn super veel leuke dingen gedaan. Als je nu pas, als dit de eerste video is die je ziet van mij, alsjeblieft. Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd. Sowieso op mijn hele kanaal. Maar ook in deze, nou, maand. 2, 3 maanden? Ik denk wel 3 maanden dat ik heb gevlogd. Ik ben blij dat ik eindelijk de kans heb gepakt om te vloggen met mijn vrienden. Dat durfde ik heel lang niet. Nu heb ik het wel gedaan. Dus tot nu toe is het goed ontvangen door mijn vrienden. Ik hoop dat dat zo blijft. Er zijn echt heel veel leuke vlogs geweest. Er zijn echt heel veel grappige vlogs geweest. Ik ben eindelijk een beetje mezelf geworden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, had ik heel lang een Engels kanaal waar ik totaal mezelf niet op was. Daar kijk ik nu op terug. En dat was echt een heel grote fout. En ik baalde echt van. Maar weet je, ik ga dat niet verwijderen. Ik heb die keuze gemaakt. Als je die video's wil zien, doe het maar niet. In deze vlogs, in deze dagelijkse vlogs, ben ik heel erg mezelf geweest. Nog steeds niet 100% mezelf. Maar wel meer. Maar hierbij moet ik het wel stoppen. Volgende week begin namelijk mijn school weer. En dagelijks vloggen en school gaan niet samen. Ik bedoel, ik kan het nu in de vakantie al nauwelijks aan. Of nou ja, ik kan het wel aan. Maar ik ben nog net iets te lui. En ja, met school. Ik wil me focussen op school. Maar dat betekent niet dat ik ga stoppen met filmen. Totaal niet. Echt totaal niet. Door het dagelijks vloggen heb ik juist alleen maar meer zin gekregen om nog meer te filmen. Om mezelf te zijn, om mijn vrienden te filmen. Er zijn gewoon heel veel positieve dingen uit deze 101 vlogs gekomen. En dat meen ik serieus. Vanaf nu gaat het wel het concept anders zijn. Vanaf nu ga ik namelijk weekvlogs maken, wat ik sowieso al deed voor de zomervakantie. Beetje in de David Dobrik stijl ga ik dat proberen. Of nou ja, niet zijn stijl. Maar ik ga gewoon 7 dagen in de week een dagelijkse vlog maken. En al die dagelijkse vloggen, 7 dagelijkse vlogs, stop ik in 1 video. Knip ik, zodat het gewoon interessant is. En dan heb je een hele week aan video in 1 video. David Dobrik filmt volgens mij 2 dagen. En daar maakt hij dan 1 video van. 2 dagen en maakt hij weer 1 video van. Tenminste, dat deed hij. Maar zoiets ga ik doen, alleen dan met 7 dagen in de week. Ik ga gewoon een soort van highlight video elke week maken. Dus dat gaat er aankomen. Ja, dat is eigenlijk, dit was een beetje een update video van wat er gaat komen. Ik ben gewoon gestopt met dagelijks vloggen. Ik ga weekvloggen vanaf volgende week. Vanaf de dag dat ik naar school moet vooraf. Nou, ik denk gewoon vanaf volgende week maandag. En dan ga ik gewoon elke dag de leuke momenten filmen. En aan het einde van de week stop ik al die leuke momenten in 1 video. Dat gaat dus aankomen. Ik wil je super erg bedanken voor de support tijdens de dagelijkse vlogs. Want de support was best wel groot. Er zijn veel abonnees bijgekomen. Daar ben ik super blij mee. Vind ik echt super leuk.
super bedankt daarvoor. En dan, ik hoop dat het met de weekvlog zo door blijft. Gaan. Door blijft gaan. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie in de weekvlogs weer te zien. Waarschijnlijk volgende week. Zondag. Ah. Yes!